be just you and me. Wat een goed idee om dit liedje te draaien. Tubes, No One Away Anymore. Rob, ik ben een beetje aan het graven in jouw werkverleden. Want ook dit liedje komt wel weer een beetje uit die club waar jij vroeger zat. Ja, het is weer een half vet legale hit, hoor. Nou ja, en ik ken hem ook heel erg van een ander ding. Dat was de Platense verhaal. Ja, zit hij ook in natuurlijk. Ja, ja. Heel veel werd hij gebruikt. Terwijl het niet eens zo'n heel mooi verhaal is als je het vertaalt. Nee. Maar vooral de plaat was dan, dan kon je hem draaien. Nou ja, dat is Strength to Carry On. Simone stuurt net een appje. De Tubes, gedraaid op de uitvaart van mijn vader. Mooi, want nou, die betekenis heeft natuurlijk wel. Don't want to wait anymore. Zeker, zeker. The strength to carry on. The strength to carry on. En we carry je nog wel even om. Want we zitten hier tot middernacht in de tuin bij de grote baas. Die tot een uurtje geleden van niks wist. Maar inmiddels wel in zijn eigen tuin is. Ja. Leider Peter. Zeker. Goedenavond. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel eervol. Eervol ook. Ja. Maar ja, ik heb het al uitgelegd. Het was jouw idee. Jij hebt, het was ook een mooi verhaal van de week van Peter naar me toe. Ik geloof dat je een hele avond een lijst had gemaakt met allemaal rock ballads. Ja, ik had hier tot een uur of elf thuis. Van alles. Waar is die lijst nu? Die heeft Stenders in zijn mail. Gisteren was het mooi, hè? Want er was de lijst van de rock ballads van Peter. En er stond niks in. Nee, ik had vergeten het vuiltje mee te sturen. Maar dat was een uur later, was het alsnog eens een. Hey, en is dit een goed moment om die hele Michael Bolton-discussie af te ronden? Ja, ja, want jij zei Michael Bolton. Ik vind het echt gewoon kan niet. Dus, je vindt echt dat het niet kan? Schandvlek op deze avond. Michael Bolton kan echt niet. Nou ja, ik voel jullie natuurlijk een beetje. Ik zit in kamp Stenders. Echt. Nee, ik voel jullie alle twee wel. Het is alleen, ik vind geen slechte plaat. Jawel, ook. En,
Dat zeg ik. Ik vind het een hele slechte plaat. Ja. Maar nee, ik vind het, en ik ken hem echt van de Rock Ballad van Lagarde. Dus vandaar onmogelijk. Dat ik... Nou, we hebben nu Jeroen van Inkel. Zit ook in de buurt. Jeroen? Ja. Michael Bolton? Michael Bolton. Michael Boldoot. De zingende mamot. Die willen we niet, hè? Deze avond. Nee. Zoals hij ook zei. Whitney Houston met een piemel. Doen we niet. Doen we niet. Okay. Nou, ik haal hem wel weer even weg. Maar ik weet niet of ik dat de hele avond volhoud. Maar alleen zo, als je het begin nou hoort. Zo, dit... Ach, nee. Nee, jullie hebben eigenlijk wel gelijk. Ja. Sorry. Ik weet niet waar ik was met mijn gedachten. Bij Billy Idol. Ik ben er weer. Sweet 16 van Billy Idol. Rob, je bent een klein beetje verantwoordelijk. Je was verantwoordelijk voor de jingle, maar die heb ik nu gewoon in een opgenomen versie. Namelijk... Rock Ballads. Dus je bent nu een klein beetje verantwoordelijk voor de post. Wat heel mooi is, want dan kan ik een beetje op de techniek letten, wat ook helemaal misgaat. Maar wat komt er allemaal binnen? Wie was er verantwoordelijk voor Billy Idol? Weten we dat? Dat weet ik niet, maar dat gaan we binnen 15 seconden weten. Jesse en Danielle zegt wel nog op kantoor om het over te werken. Dit was een hit. MTV stuur... Oh, jezus. Nou ja, er komt veel post binnen, dus het verloopt nu. Verloopt weer. Ja. Maar wie het heeft aangevraagd, daar ben ik niet zo sterk in, hoor. Nee. Dus ik wil wel de post even voor je doornemen. Waar blijft Marillion? Maar dan wel het laatste berichtje. Veel gekker moet het niet worden. Nee, Marillion moeten we eruit. Het zijn twee dingen. Ja. Kingdom Come en Marillion. Ja. Daar moeten we ergens in dit gesprek een soort ei over leggen. Ja, dat is goed. Inge zegt nog dat ze het lekker vindt. Sweet 16 van Billy Idol. Maar Marillion, je had Lavender en Kaylee. Dat zijn twee nogal klassieke trekjes van Marillion. En er is een luisteraar die vraagt... als je die alle twee achter elkaar draait... dan ben ik de gelukkigste persoon op aarde. Want zo stonden ze ook op de LP achter elkaar. Durf je dat? Dat durf ik in principe wel. Ja. Ik vind ook... de tekst durf je in principe een hele goeie. Dan heb je al 80% heb je voor elkaar. Ja. Maar dan moet ik even nadenken. Want qua LP's, dan denk ik volgens mij dat Marillion Kaylee was eerst. En dan Lavender erachteraan. Ja, of was het andersom? Ja, dat weet ik niet. De volgorde van de LP ken ik niet. Oké, okay, als de luisteraar dat even wil laten weten. Ja. Dat was, wie was dat? Ja, weet ik ook niet. Dat deed Frank goed, hè? Misplaced Childhood is het album in elk geval, zegt Vincent. En dan hebben we er nog eentje, hè, want dat is Kingdom Come. Die komt ook heel veel binnen. Ja. Het nummer What Love Can Be. En die stond ook op de favoriete lijst van de baas zelf, hè? De baas Peter. Ja, die heeft een lijst dus ingeleverd. Waar we de hele week tegen hebben gelogen, dus we moeten toch een klein beetje goed maken. Op dat lijstje staat hij ook, What Love Can Be. En dat is een soort nep Led Zeppelin. Ja. Dus we zorgen er wel voor dat Led Zeppelin vanavond ook te horen is. Want... Ik vond de omschrijving zijknummers in de uitvoering van Rockers, vond ik wel een goeie. Daar komt dit wel een beetje in de buurt, maar dit valt net goed. Dit valt net goed, vind ik. Oké. Okay. Ja. Zijn we het erover eens? Gaan we daarmee beginnen? Ga ik die draaien nu? Onder één voorwaarde uiteraard, dat de echte Led Zeppelin straks ook nog komt. Met welk nummer dan ook, als het maar een rock ballad is. Maar dan kunnen we de nep Led Zeppelin wel instarten. Ja. Marillion on his way, en dan eerst deze.
to be with me. Het is vrijdagavond. Het is Radio 2. We zitten in de tuin. En we draaien... Rock Ballads. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de formule van vanavond. En die gaat best goed met Kingdom Come en What Love Can Be. Die jij zo mooi omschreef als... Nept Lip Zeppelin.